Maaskant en Pierre Krieger, de laatste afkomstig uit Nijverdal, tot de favorieten. In groep N kunnen Maaskant Krieger, na een aanvankelijke computerstoring, het tempo goed volgen. De auto heeft heel veel potentieel, gaat fantastisch. En je houdt hem heel, denk je? Ja, er zit 3 jaar garantie op, dus dat zal lukken, hè? Maaskant Krieger eindigt op een 12e plaats en 3e in groep N, wordt hier voorbij gestoken door de Deen Jürgen Nielsen. Paul Maaskant zou in zijn door Guy Coulsoul geprepareerde Mitsubishi Galant VR4 op klassementsproef 16 van de weg raken en zijn voorwielophanging dermate beschadigen dat hij moest opgeven. En ik kan u reeds nu vertellen dat het weer buiten fantastisch is, maar als ik dit zo zie hebben we binnen natuurlijk ook maar weinig te klagen. Goedemorgen. Paul, kun je een beetje volhouden met Pierre? Ja hoor, er bestaan beroerdere dingen op deze wereld. Nee, het gaat heel goed. We hebben een jaar niet gereden, hè? En gaat het een beetje goed weer? Ik moet nog duidelijk weer even in het ritme komen, maar het gaat al steeds beter. Ben je wel tevreden met de 14e plek? Nee. Dus dat moet nog verbeteren vandaag. Zij doe je best, hè? Nog een heel leuke inhaalmanoeuvre. Nog even brutaal zijn tijdens de afsluiting van deze Holland Rally. Paul Maaskant kwam na een wat slechte start steeds beter in zijn ritme. De Hessenrally is dan ook zijn favoriete rally, vertelde hij ons. De beste Nederlanders werden Paul Maaskant en Pierre Krieger in de Mitsubishi Galant VR4 op een 11e plaats. Paul Maaskant en Pierre Krieger met de Mitsubishi Galant VR4. Een voor het publiek altijd grote trekpleister is de klasse mensproef Zoning op het industrieterrein van Roeselare.